Hoi en superleuk dat je er weer bij bent. Vandaag gaat Daan voor het eerst met Major buitenaf lessen. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Maar ook een beetje spannend om voor het eerst met de driejarige ergens anders te rijden. Hij is natuurlijk wel op ander terrein geweest. Hij is ook op de hengstkeuring geweest. Hij is natuurlijk hier gekomen. Maar nu gaan we vanuit hier voor het eerst ergens anders rijden. En dat is natuurlijk wel even next level. Dus we gaan jullie vandaag laten zien hoe dat gaat. We gaan natuurlijk eerst even mooi maken. Als ze natuurlijk meegaan, maken ze het altijd mooi. Maar als ze meegaan, dan maken ze het even extra mooi. Dus we gaan hem nu wassen. Wat gaan we nog meer doen? Wassen. Oh, we gaan hem wassen. Hij heeft vanmorgen al in stapmode gelopen. We gaan hem nu wassen, mooi maken en op de trailer zetten. Oké, wat nemen we mee? Een poetshandschoen. Hiermee in te soppen, in te zeepen. En zeep. Nou, top. En paard. Major staat nu met zijn therapiedeken op stal. Hij gaat even opdrogen en hij gaat even eten en dan gaan we zo verder klaarmaken. Major is opgedroogd, die heeft even gegeten. Ik ga hem nu klaarmaken, dus ik ga even equistaartjesstaart doen. Ik ga zijn voetenvet, ik ga even de glansborst eroverheen en dan doe ik zijn transportbeschermers om. Ik heb zijn voetjes gevet. Ik ga hem dan nu nog even met de harde borstel en de glansborstel nadoen en ik ga even zijn manen en zijn staart kammen. Dali is nu thuis. Major is er klaar voor. De trailer staat ook klaar, dus we gaan hem erin zetten. Hij gaat dan nu voor het eerst in de trailer bij ons. Ja. En daar gaat hem nu voor het eerst ergens anders rijden. Ja. Dus Daan, hoe gaan we dat aanpakken? Het is natuurlijk met een hengst altijd even aftasten hoe hij zich gedraagt. Wordt hij daar ineens heel erg hengst of blijft hij gewoon zijn gezellig eigenwijs zelf? Dus we moeten wel voorbereid zijn op het ergste. Dat hij daar echt wel hengst gaat worden en misschien ook kan stijgeren of misschien een keer met een voorbeen kan slaan. Maar dus alles wat hij dan niet doet, dat valt dan mee. Dat is dan meegenomen. Hoe gaan we daar dan te werk? Ik doe in de trainer alvast een hoofdstel in, dat dat niet meer buiten hoeft. Ik zorg voordat we zo'n hoofdstel in doen dat ik zelf helemaal klaar ervoor ben. Dat hij uit de trailer komt, zadel op en dat we dan meteen kunnen longeren. Dat we niet te lang buiten... Longeren? We gaan toch op les? Nou ja, ik doe Major thuis ook altijd nog even longeren voor het rijden. En zeker daar, omdat we niet weten hoe hij zich op ander terrein gedraagt, is het wel fijn om eerst eventjes te longeren. Dat hij daar niet ineens heel veel spanning heeft en mij eraf knikkert. Bondje, beschermers, emmer, extra deken, hoofdstel, zadel, singel en dan ga ik het dekje er nog bij leggen. Het enige wat ik nu nog in de trailer moet leggen is een longeerlijn. Even dus de finishing touch erop. Ja, is extra mooi. Bij het inlopen van de trailer zorg ik dat ik met mijn rug naar achter loop en mijn gezicht naar Major toe. Dat ik kan zien wat hij kan doen. De voorstang van de trailer is open, dus dat ik in één keer door kan lopen dat ik nergens onderdoor hoef te bukken. Bij Gardine aangekomen heb ik meteen mijn laarzen alvast aangedaan. Mijn cap en mijn laarzen bij de hand gehouden, dat we in de trailer meteen kunnen opzadelen. Oh, je dacht, ik doe even lekker allemaal hooi in mijn... Goed, zal ik zo slim doen? Het opzadelen doe ik dan liever zoveel mogelijk zelf. Dat ik zelf weet hoe hij zich voelt op dat moment. Op het terrein waren ze ook met paarden bezig. Ja, daar kunnen we niks aan doen, maar ik merkte wel dat hij daar erg op gefocust was, op het geluid. Dus ik was blij dat we in de trailer op konden zadelen. We beginnen even aan de launchen. Dat doe ik thuis ook nog om eerst aan de launchen. Zodat ik kan zien dat hij, als hij spanning heeft, dat hij dat zo nodig kwijt kan raken. Ik laat de paarden aan de longe vooral heel veel overgangen lopen, dat ik kan zien dat ze wel aan mijn stem helpen blijven luisteren en ook zie of ze in de overgangen gaan ontspannen. Kijk, je ziet dat hij lekker gaat springen, dat geeft helemaal niks, dat is het gewoon het stukje spanning aan een jong paard. Zodra ik dan zie dat hij in het lijf wat meer gaat ontspannen, mooi de hals wat losser laat, dan is het ook tijd om erop te stappen. Omdat dit de eerste keer was dat Major mee van huis is, heeft Gardine hem aan het begin even aan de longe gehouden. Dat mocht er
iets gebeuren dat Ferdine dan vast heeft. Je hoort ook dat Gardien het zegt. We nemen gewoon voor de zekerheid even geen risico. Want we willen dat elke ervaring op ander terrein natuurlijk goed is. Zo. Waar zijn we mee bezig? Vooral met tempocontrole. Ja. Major is vaak op het moment dat hij spanning heeft. Dat hij eigenlijk nog harder zijn best wil doen. Waardoor hij ja, eigenlijk nog ruiger dan natuurlijk noemen we dat gaat lopen. Maar waardoor hij eigenlijk zichzelf een beetje overloopt. Toen we merkten in de paddock dat hij lief was, zijn we naar de buitenbak gegaan. Ook eerst weer even voor de eerste keer aan de hand. In de stal waar we hier net rechts voorbij gingen, daar staan ook andere hengsten, dus ook dekhengsten. Dus ja, ze hadden elkaar best wel even flink gehoord en gehinnikt naar elkaar. In de buitenbak heeft Gardien Major ook eerst weer even aan de longe gedaan. Ook weer voor de zekerheid dat we even samen de hele bak door konden. Wat heel erg opviel was dat Major om de omgeving eigenlijk helemaal niets gaf. Hij vond de omheining niet eng, de dingen naast de bak vond hij ook, keek hij eigenlijk helemaal niet naar. In dat stukje spanning wat je daarnet zag, was er een paard aan het hinneken naar hem. Dus hij reageert dan zelf eigenlijk niet meer erop door terug te hinneken. Maar meer door zichzelf heel groot te maken en te spannen. Om natuurlijk extra cool eruit te zien mochten er lekkere chickies in de buurt zijn. Je ziet hele stukken, er zijn nog wat onstuimig. Maar dat is, ja, hij vindt het gewoon toch wel een beetje spannend op andere terreinen. Een beetje anders dan thuis. Dus we zijn heel erg bezig geweest onderweg met veel tempocontrole, veel overgangen, heel veel schakelen. Dat hij eigenlijk daardoor steeds beter aan de hulpen komt. En daardoor ook zijn lichaam beter gaat ontspannen. Op zo'n moment is galop de makkelijkste gang. Dus we proberen dan eerst in galop de spanning af te vloeien. Een beetje de energie misschien kwijt te raken. En daarin alvast het een en ander te schakelen. Kijk, heel veel zeker de overgang van galop en draf is een enorm goede oefening om ook de rug van je paard te rekken en juist te laten ontspannen. Dus je ziet dat we eerst veel galop- en drafovergangen hebben gedaan. En nu buitenteugel, buitenbeen. Buitenteugel. Dat geeft niks. Buitenteugel. Lekker man. Heb je lekker ook in die omheining? Waarom dat buitenteugel, buitenbeen in het hek? Omdat een jong paard nog niet heel erg goed die voltes kan lopen. Gebruik je dan eigenlijk een beetje rijden richting het hek om een beetje te remmen. Je rijdt natuurlijk niet tegen het hek, maar een beetje richting het hek om daar je rem en je stuur een beetje op te zoeken. Trek je door op de binnenteugel, ga je het niet redden. Geweldig! Ja hoor, hoort er allemaal bij. Ga je nog een keer naar voren? Kom maar. Binnenbeen. Kijk eens. Staat dat erop? Allemaal. Stukjes rechtuit, maar niet te lange stukken rechtuit. En natuurlijk tussendoor ook steeds even die ontspanning opzoeken en die lengte in de rug en de hals. Zo, een beetje denken aan wijken, schouders naar buiten. Dit. Als ik dan mag kiezen, heb ik liever dat de buiging goed is en dat je de hoefslag niet raakt? Met een jong paard is vaak de stap in het begin moeilijk, omdat het paard dan daar nog wat spanning ervaart. Aan het eind is het dan wel goed als je meer die controle over het lijf en die ontspanning hebt, dat je daar juist nog even de stap oefent en traint. Wat voor Daan ook fijn is, gewoon even hulp ermee hebt. Ja. Zeker omdat hij natuurlijk nog wel... Goed hoor. Ja. En het is geen proefje, hè? Het is toch nog maar een beetje zelf ook. Ja. Dat je niet vergeet dat je daar toch nog jonge paarden hebt en dat hij een keer zijn kop naar beneden doet of omhoog doet. Nou ja, zo be it. Ja. Maar het is wel gewoon echt een lekker paard, hè? Hartstikke. Ja? Nee, echt heel goed hoor. Dag, vriendje. Ja, maar je ziet ook. En roze steekt ook mooi af bij zwart. Ja. Dat is leuke, gave kleur zo. Ja, moet toch maar een roze jasje dan. Ja. Of Bordeaux. Bordeaux. Ik heb het nog over gehad. Kom maar. Denk eraan, hè.
Deze knappe jongen is meegeweest op les. Die heeft nog eventjes thuis uitgestapt en lekker gedoucht. Staat nu lekker te chillen onder zijn therapiedeken van Bukas. Ik ben echt super, super, super trots op hem. Ja, hè? Zo de eerste keer voor ons samen op ander terrein. En dan ja, wel te bedenken dat hij ook de hengstekeuring heeft gelopen. En dat het daar natuurlijk allemaal nog spannender en drukker is. Vond ik echt dat hij het onwijs goed gedaan had. Want ik vond het een beetje spannend omdat ik dacht, hij is de hengstekeuring gewend. Dus als hij naar ander terrein gaat, dan denkt hij weer dat hij woeste hengst moet worden. Maar hij ging echt heel goed. We hebben onwijs goede tips gehad in het stukje dat we hem nog iets beter kunnen trainen. Want we zijn dan nu vooral druk aan het trainen voor de VWF. Dus dat is de driejarige competitie. Die is 10 oktober. En daar hebben we eigenlijk wel heel veel zin in. En als hij dan zo loopt, als dat hij vandaag loopt, dan hoop ik eigenlijk wel dat we een kans kunnen maken. Huh? Ja. Hij is de allergrootste knuffelkont. Ja. Mag me niet bijten. Nou, ik ga het denk ik nog een keer vertellen. Ik was gewoon echt heel erg trots op hem. Ik hoop dat jullie ook zo trots op hem zijn geworden. En een beetje fan van hem zijn geworden na vandaag. Of misschien al eerder natuurlijk. En ja, dan willen wij je samen bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren.